De doofste events. Interviews met Fannie's artiesten. Live optredens. Ook op je beeldscherm ben je welkom bij jezelf. Dit jaar wordt voor de tweede keer in Amsterdam, hier in de Melkweg, de Stede Awards georganiseerd. De genomineerden van de 12 categorieën, die zijn bekend. Maar wie wordt de grote winnaar van vanavond? Ik ben benieuwd. Wie denk jij dat de grote winnaar wordt van vanavond? Zwart Licht denk ik wel, want die heeft de meeste nominaties binnen. Dus ik neem aan dat ze gewoon met de meeste prijzen naar buiten gaan. Ook eigenlijk Zwart Licht. Wie denk jij dat de grote winnaar wordt van vanavond? Ik denk winnen. Ja, ik denk sowieso winnen. Ik denk Zwart Licht toch wel. Ja, Kruidspoppie, jij bent vanavond ook één van de genomineerden. Ja, klopt. Wat vind je ervan? Leuk. Ik ben benieuwd hoe het allemaal gaat. Het is allemaal nieuw voor mij. Ja, welke award wil je het liefst winnen? Ik wil live, man. Live award. Beste live. Waarom? Omdat we hebben echt, daarvoor hebben we, naartoe gestreefd, zeg maar. En we hebben echt zitten hameren op onze live performance. En als we dat krijgen, die award, gewoon dat toont aan dat de vrucht afwerkt. En dat we gewoon eigenlijk op een niveau zijn dat we live ook gewaardeerd worden. Ja, misschien denk je, waarom staat ze in de wc? Nou, dit was dus de enige plek, enige rustige plek, die ik eigenlijk kon opzoeken om dit te vertellen. 12 categorieën, zoveel genomineerden. En ik ga zo meteen naar binnen om te kijken wie deze award wint. En wie eigenlijk gewoon als de beste uit de bus komt vanavond. En we beginnen denk ik met de beste single. De beste single, Fresco. Shit, wie hou ik voor de gek? Ik zweef in mijn gedachten, alles is zo twijfelachtig. Onzekerheid is een groot gedeelte van mijn karakter. Soms lijkt het makkelijk voor me, je ziet me blijven lachen. Want ik verberg geen feiten, maar waar zijn mijn grappen? Ik snap het even niet. Amsterdam, Zwart Licht! Hey yo, dit is Nicky. Eén keer één shit, geen slappe happen, facelifts. Ik feest is, maar regen maar droge gasten, zo waste it. Mensen zien ik loop op water, ik hoor Jezus. Stille water ontwikkelt een bom op stages. Even het regen, menens, mijn regen bedonnen door stom. Guys, de awards zijn net achter de rug. En wat vonden jullie van de show? Ja, die shit was dik, man. Yeah. Een dikke shout-out naar iedereen die wat heeft gewonnen, je weet toch? Yeah. Het was vonden jullie het, terechte winnaars? Ja, sowieso. Waarom? Iedereen heeft hard gewerkt en degenen die hebben gewonnen hebben hard gewerkt aan hun shit, je weet wat ik bedoel. Shout-out naar winnen. Yeah. FS Green. You know what I mean? Eigenlijk had Jiggy J eigenlijk ook wat moeten winnen, je weet toch? Ik vind het alleen jammer dat, dat Jiggy J niks heeft gewonnen. Hij had iets moeten winnen. En ik weet niet waar flinke namen voor genomineerd waren, maar ze hadden ook iets moeten winnen. Ze hadden moeten winnen, vond ik. Een van de categorieën is natuurlijk Lifetime Achievement Award. En degene die deze award heeft gewonnen is natuurlijk Postman. Sprakeloos. Ja, was een mooi moment. Ja. Vooral met al die beelden was even van zo, ik ben oud man. Wat vind je er zelf van? Had je het aanzien komen? Nee, helemaal niet. Want van deze hoek... Het is vaak moeilijk omdat mensen zo puristen zijn dat ik vaak zoiets heb van mensen diggen het soms niet omdat ik dingen mix of dat het te muzikaal is, maar daarvoor was het wel een grote verrassing eigenlijk. Maar eerlijk gezegd, had je het echt niet zien aankomen, want de laatste tijd ben je best wel on. Ja, maar ik zag het niet aankomen, echt niet. Weet je. Nee. Dit is wat ik zeg toch, deze hoek. Ik waardeer het juist meer dat het vanuit deze hoek komt, omdat ja, weet je, dat is ook waar ik vandaan kom. Weet je. Dus, ja, dat is waar jij bent begonnen, hè? Ja, waar ik was begonnen. Zonder Fannie, zonder alles. We hadden niets. En daarom is het mooi om dit te zien ook, dat er zulke dingen uiteindelijk gebeuren als awards en radiostations en al die dingen. En wat betekent deze award nou echt eigenlijk voor je? Is het iets waar je iets mee kan? Het is gewoon een erkenning. Weet je. Ik sta er voor de rest, ja, morgen weet ik het nog, maar laat maar zeggen, volgende week sta ik er al niet meer bij stil, omdat je gewoon verder moet en... Het is gewoon de job om goede nieuwe dingen te doen. En ik waardeer gewoon de erkenning. En stel je voor, je zou deze award aan iemand anders mogen geven. Aan wie zou je hem dan geven? Zeker ook E-Life. En er zijn er wel heel veel die ik op moest noemen. What up Michael X, Shyrock, zou hem ook moeten krijgen. Ook veel eerder dan mij in de game. Laat je prijs even zien. Pas je hem trouwens? Ik heb hem nog niet gepast. Trek hem even aan. Trek hem even aan. Nee! 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 Nee!
Hij past, maar geel is niet echt mijn kleur, weet je maar. Dag, hij staat helemaal perfect. Staat hij. Hey. Cool. Nu ga je hem elke dag dragen of niet? Nee, ik ga hem niet dragen toch? Ik wil hem gewoon ophangen, netjes houden. Als ik later een kamertje heb, als ik opa ben met de kids, hang ik alles op. En dan zet laatste schilderijtjes van hem. Schilderijtjes, alles. Hey, wat is wat we nu de aankomende tijd van je kunnen verwachten? Ga je nog een nieuwe clip uitbrengen de aankomend jaar? Een nieuwe clip? Ik ga heel snel met een nieuwe LP komen. Ik heb hem al opgenomen laatst in de States. En ik wil een mixtape doen. Ik ken nog niet te veel zeggen, maar ik ga een paar mensen roepen. Dus ik hoop dat jullie me niet downlaten. Ik ga jullie vragen om wat voor me te doen. Ben ik mijn plopkapje kwijt, omdat het echt super druk hier is. Maar ik ga even snel doorlopen, want ik moet een aantal winnaars vinden om ze te vragen wat zij van hun award eigenlijk vinden. Kom. Hey. Nou, ik kom dus net Aquasi tegen in de gang. En hij is dus samen met Zwartlicht één van de grote winnaars van deze avond. En eigenlijk hem bijna niet te pakken, want iedereen wil maar feliciteren. Dus ik ga hem nu gewoon... Ik denk maar gewoon ergens vandaan trekken. Quasi. Hallo. Feliciteer even. Ja, kom. Laat eens even zien hoe blij je bent. Laat eens even horen welk award je vanavond hebt gewonnen. Nou, we hebben... Hallo. We hebben beste... Beste... clip gewonnen. Live act. Beste live act, inderdaad. Goed zo. En beste groep. Er zijn 3 awards. En vorig jaar wonnen we er 1 en nu 3. Dus we zijn eigenlijk wel een paar stappen verder. We hadden zoveel nominaties. Het zou ook kunnen dat we helemaal geen prijs mee konden nemen naar huis. En we zouden er 4 mee kunnen pakken, we zouden er 5 mee kunnen pakken, maar ook 0 of 1. En uiteindelijk hebben we er 3 gepakt, dus daar kan ik wel blij mee zijn. Wat betekent eigenlijk de State Awards voor jou? Dit is de enige hiphopprijs die je in Nederland kunt winnen. En ik vind het toch wel echt heel erg goed. Heel erg... Ik kijk sympathiek naar de State Awards. Ik vind het heel mooi dat ze dit doen voor hiphop. Want anders zou het niet gebeuren. De Gouden Greep was er 2 jaar terug en nu is dat de steden wordt. Dat is heel mooi, is heel fijn, ik vind het goed. Maar er zijn natuurlijk nog meer winnaars, dus we gaan... En, oh wacht, een van de winnaars is natuurlijk Fresco. En winnen volgens mij ook, ja natuurlijk winnen. Ook een van de grote winnaars van vanavond. Ik ga even op zoek naar een school. Ja, oké, we staan nu backstage en ik zie daar dus een jas liggen. Wat is dit jouw jas? Je weet precies van wie die jas is. Ik weet niet van wie die is. Je weet precies van wie die jas is. Mag hem aan. Je kan lezen wat van wie die jas is. Van wie is die jas, denk je? Ze weet precies van wie die jas is. Van wie heb ik nu de jas aan? Dat weet je toch. Nee. W-I-N-N-E. Vond je dat de terechte winnaar vanavond? Ja. En de rest? Ja, ook wel. Maar het is allemaal familie. Het is voor ons allemaal familie, dus eigenlijk wint iedereen altijd wel een beetje. Het is wel andere namen, maar je gunt het elkaar, dat is het mooie. En wat betekent dan de State Awards voor ze? Je moet nou trouwens wel die jas uitdoen, vind ik hoor. Het is Waarom? Een beetje raar dat je, dit kan eigenlijk niet. Hè? Eigenlijk is het een beetje disrespectful. Zo? Ja, ja? Dan hou ik deze weer vast, okay. Ja? Oké. Okay. Nou, dit is net de winnaar waar ik de jas van net aan had. Yeah. Ja. W-N-N-E. Hoe voel je? Goed. Aan het begin van de avond een beetje shaky, ja. Maar... Zou je niet verwachten eigenlijk van jou, hè? Ja, ik weet het. Ik ben een... Verlegen jongen. Ja, nou, niet echt verlegen, maar wel gewoon... Een normaal mens is elk ander mens, dus ik ken pieken en ik ken dalen. Maar wat betekenen eigenlijk de State Awards voor jou? Want is dat een opstapje voor heel veel artiesten? De State Awards zijn belangrijk voor hiphop in Nederland, omdat het de enige awardshow is die we hebben. Echte awardshow. Ik bedoel, we worden niet snel voor een TMF Award genomineerd. Dus we moeten het hiermee doen. Niet dat het min is, want ik ben er heel erg blij mee. Dus... En nog één laatste shout-out. It's your boy W-I-N-N-E voor Phonix. 3 awards gewonnen. Iedereen bedanken die gestemd heeft. Topnotch bedanken. Die acten bedanken. Alle producers die aan het album meegewerkt hebben. Mensen die gefeatured hebben, de refreintjes hebben gezongen. Appreciate it, man. Woorden schieten tekort. Ik hoop dat je mijn energie voelt. Peace. Maar ik ben eigenlijk nog steeds wel op zoek naar je jas. Volgens mij is die boven ergens. Ja, volgens mij lag die naar beneden bij de trap. Serieus? Ja. Nee, dat meen je niet. Ja. Dan heb je hem. Oké. Okay. Iemand heeft hem volgens mij meegenomen. Weet je ook wie? Zie je, zo goed ga je om met jouw woord. Ik heb hem gekregen en iemand heeft hem voor me meegenomen. Zo van, ik bewaar deze even voor je. Maar ik ga het even uitzoeken. I'm gonna go and investigate.
Peace.